Puls welkom bij weer een nieuwe video. In deze video wil ik het gaan hebben over Komp, Koti, Ada, Algo, Quant en Phantom waren voornamelijk de aanvragen die ik afgelopen week heb gekregen. Ik kreeg ook de vraag waar was ik. Uh, ik heb de hele week geen video's opgenomen omdat ik mijn stem kwijt ben. Ik ben uh, de hele week heb ik griep gehad en voor de rest wil ik, ja hoef ik daar niet veel over te hebben want dat is alleen maar gezeur. Eh... Uh, maar ik kan dus net een beetje praten. Ik heb er wel echt wel een paar keer geprobeerd. Of tenminste video's op te nemen. Maar het lukte me gewoon niet. En na elke zin begon ik te hoesten. En begin nu ook nog steeds een beetje te kriebelen. Dus gezeur, 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 gezeur. gezeur. Laten we in bitcoin duiken. Voor de nieuwe abonnees. Hartstikke bedankt voor het abonneren. Ik waardeer het echt nog steeds enorm dat ik zo snel bij de duizend bijna ben. En voor als je nog niet geabonneerd bent. Ik ben bijna bij de duizend. Ik geef het laatste steetje hartstikke bedankt. Uh, wil je meer weten van de coins die ik in deze video ga behandelen, uh, dat zet ik ook in de, in de comments, zodat je zelf verder kan kijken, of tenminste, zodat je wat meer achter zo'n coin kan vinden. Ik ben nu gewoon heel even tussendoor, ben ik wat uh, trendlijnen, of wat uh, channels, geef het een naam. Uh, iedereen geeft het echt een andere naam. Ik moet eigenlijk ook wel de boels en beers namen gaan verzinnen, dus uh, maak je borst maar nat. Even kijken. Voor mij is het alsnog, uh, en daarom mijn laatste video, ik had net zo goed een week ook niks kunnen doen, want we zijn nog best wel in hetzelfde gedeelte als waar, waarvan wij uh, 9 augustus al in zitten. Dus waar ik al winst aan ben en pakken. En we hebben nu voor het eerst een daling gezien en we landen op die moving averages. Dat is op zich een goed teken. Uh, als je hem vanuit die eerste targets had berekend, dan hadden we nu, gewoon net als bij Ethereum, was ze nu afgelopen. Op zich zouden we nog steeds dit kunnen hebben en ik wil je dan geen FOMO geven. Maar je ziet dus andere kleine coins zien nu wel iets anders doen dan Bitcoin dat doet. En dat komt voornamelijk omdat Bitcoin dus een grote daling laat zien en dan blijft hij gewoon heel lang rommelen. En dan heeft, geeft het ruimte voor de alts om weer een bounce te geven en groter of sterker te worden dan Bitcoin. Uh, ik kom nu al bijna niet meer aan mijn woorden, maar... Maar goed, dat geeft dus ruimte voor, de voor die altcoins om wat meer te groeien. En daarom bij de altcoins zie ik veel meer potentie dan bij bitcoin. Want voor bitcoin lijkt het nu toch wel een beetje over. En natuurlijk heb je eerst deze. En daar zijn we nu uit. Maar dat moet je ook meteen uh, je risico geven. En dat zit dus hier ergens. In mijn laatste video zeg ik ook van ja, je wilt dan weten waar, je, waar, waar ben ik geïnteresseerd weer in om in bitcoin te kopen. Oh, ik haal hem meteen weg. Heel slim. Uh, het heeft nu laten zien dat de prijs kan vallen, dus laat het maar veel verder vallen. Want het heeft hier nog een heel groot stuk om goed te maken. Er zat geen volume in deze move. Dus mocht ik weer geïnteresseerd worden in Bitcoin, dan ben ik dat pas een beetje bij die 38.500 38, ongeveer daar. Dat is een beetje bij deze dip waar, waar die kwam. En waar ik dan ook support vond om deze move nog te maken. En daarna ben je gewoon veel meer geïnteresseerd in dit gedeelte. En dat is weer een beetje van die uh, ja, zeg even 30.000 30 tot de 35.000. En daarna heb je die lagere targets waar ik het dus ook uh, in die vorige video op heb, over heb gehad. Nu kan het gewoon nog een beetje gaan sprouten en dat kan die alts wat laten groeien. Wat, wat mij een beetje laat herinneren aan 2017. En dat heb ik ook wel in de eerdere video's wel eens een keer gezegd. Van, toen we in 2017 zeg maar... Dit stuk deden... Toen gingen de meeste alts en ADA en ed naar een, al, naar een nieuwe Alta Maai. Dus op zich, bij ed zeg ik wel dat het over is, maar toen zag je AD nog veel hoger gaan in dit stuk. Terwijl Bitcoin was het hier voorbij. En het was al een paar maanden, of tenminste een ruime maand voorbij. Via die moving averages laat het steeds zien alsof we in dit gedeelte zitten. Dus dat je die grote bounce hebt en dan een goede retrace, en dan lijkt het alsof we hoger zouden gaan, maar. We zijn op dat moment nooit meer laag gegaan, want we zijn alleen maar laag gegaan op dat moment. En dit is een proces van jaren, dus als je hoort dat, moet je ook echt jaren geduld hebben. voordat het weer break-even staat of voordat je er weer in de plus kan staan. Uh, dus voor mij kan het nu wel gedaan zijn met Bitcoin. Dus ik, ik let nu even niet op Bitcoin en uh, ik haal het natuurlijk bij elke video wel terug en ik heb wat in te halen. Dus. Bitcoin komt echt nog wel een paar keer terug. Uh, laten we vooral doorgaan naar die andere coins. En die andere coins beginnen, beginnen we gewoon bij de A. Ik heb het, uh, ja, eigenlijk moet je het een beetje labelen, die coins. Interessante coins om nu nog in te stappen en uh, minder interessante coins om in te stappen. Uit ADA wil je nu gewoon eigenlijk een beetje wegblijven. En waarom? ADA is een super goede coin, heeft zich, heeft zich dit jaar gewoon bewezen. Even laten zien dat het een uh, 5000%, ik heb wel een 8000% gemeten. En ik heb ook echt gewoon een positie die uh, bijna 7000 heeft geraakt. Dus het is sowieso meer dan 5000%. Het dus niet, is niet om stoer te doen, maar. Ik bedoel, Ada heeft een move van 7000% gemaakt. Het heeft een hele grote ruimte overgehouden waar, waar het risico ligt. Net als dat het hier heb gedaan. Het heeft nog een extra push gegeven en mijn stem begint heel weg te raken. <coughs> Excuses. En eh, we gaan het korter maken, dus we gaan nog alleen nog maar algo doen. Anders blijf ik maar hoesten. Eh, maar algo, ja, al, of tenminste algo met aarde ben ik nu wel klaar. Ook al beginnen nu net op die blauwe moving average. Het heeft het gepierced, het heeft hier ook gepierced en hier ook gepierced en nog verder gegaan. Maar we zijn dus nu super hoog. En je hebt dus die targets. Ik heb ook een vorige video gaf ik targets van de 276, wat hier was. En de 39, waar die 1 272 zat hier zo vanuit deze gemeten. Ik heb daar beslismomen. Of tenminste, beslissingen gemaakt. Ik vertel wat ik doe, ik ben niet je financiële adviseur. Ik maak daar de beslissing om 95% van mijn Ada hier te verkopen. Maar goed, daarom zeg ik van Ada. En kunnen we op zich wel snel over zijn. Ben ik niet meer geïnteresseerd en gaan we echt nog wel wat dieper in en, en aparte video's van maken. Maar bij Ada ben ik echt pas weer geïnteresseerd als we bij die. En nu is het nog wel iets verschoven. Want eerst had die 0.68 precies hier bij die 1 dollar. En nu zit hij dus bij de 1,24 dollar. En wat ik dan ook een belangrijk, eigenlijk een belangrijk deel vind, is dit deel. Die 1,46 tot die 1,50. Dus waar je hier tegen een plafond aan bent gekomen. En er één keer uit bent gekomen en daarna weer een plafond vindt. En weer uit bent gekomen en verder bent gegroeid. Er dus zit hier gewoon ergens support. Dus bij die 1.46, 1.47. Daar ben ik pas weer geïnteresseerd in. Ada. En laten we hem gewoon even op de 1.50 hier zetten. En dan heb je natuurlijk nog die vips die lager en hoger gaan. Dan kun je ook nog deze vip trekken. Want voor mij is het gewoon echt uh, op dit moment, en hier was het wel een van de meest risicovolle munten. Ook al is het de beste munt, het heeft deze wik daar beneden. Leer wat deze wiks doen, zet ik ook in de beschrijving. En dat heb ik ook in meerdere video's naar voren laten komen. Maar je kan het ook zelf terugvinden in alle, in alle charts. Jeetje. <kwijnt> mina. Maar goed, je hebt dus hier die andere staat op 7a6 eigenlijk. Heb je die 1,48? Daar ben, ben ik weer geïnteresseerd in Aarde. Gaat hij hier verder? Dan is mijn 5% heel blij, wat het nog in die Aarde is gebleven. Maar ik denk niet dat het veel hoger kan gaan. Je hebt straks andere coins. En in andere video's ga ik dat wat meer laten zien. Die gewoon interessanter zijn. En misschien moet ik die wel eerder geven. Als ik heel snel even door algo ga, ALGO ook. En misschien hier heb ik wel mooi tegenover Bitcoin. Zou het nu verder kunnen gaan? Uh, het kan verder gaan, maar je hebt nu eigenlijk al. En altijd als ik dat in die video's doe, dan wilt hij op een of andere manier niet pakken. Maar je hebt hier 1 punt, 2, eigenlijk 3, 4, nou niet de 5. Maar je hebt 4 punten waar het elke keer weer verkocht en helemaal de bodem opzocht en soms wel dieper ging. Je hebt nog deze week. Um, je hebt hier wel een higher high op dit gedeelte, maar nog steeds een lower high op dit ge gedeelte. Het enige wat je hier wel hebt gecreëerd, heb je hier een higher high op dit gedeelte en dan weer een lower high. Uh, een lower low. Een higher low gemaakt op dit gedeelte. Dus ja, heb het een potentie? Ik, ik zit hier wel wat groter in dan bijvoorbeeld ADA. En echt wel een goede winst bij die 1, uh, of wat zeg ik, 2. 50 volgens mij. We gaan het zo zien. Maar voor wat we nu nog over hebben, heb je dit stuk nog een beetje over. Dus nog een 70%. En dan kun je nog altijd hierheen gaan. Dat is een 100 tot een 200, 200%. Maar dit is een reële beeld. En kijk ook hoe lang dit duurt. Op zich is dit niet heel erg, want dit noemden we eerst de moneybox. Dus het zit nog in die moneybox. Vaak kun je dit gedeelte zo rechtop zetten en dan heb je Zeg maar de boven naar boven. Of waar dan de hele tijd hier uh, kopers heb gevonden en verkopers. En op een gegeven moment breken we daar uit. En dan gaan we zo'n stuk, zo stuk verder. En dan kun je misschien deze verleggen. Ik heb hem nu vanuit hier zit een Wik, hier op dit punt. En dan zie je ook dat die vips echt wel gevonden worden. En als ik hem ga fine-tunen, zal dat nog, nog beter naar voren komen. Maar goed, dat is al op zich nu ook niet meer super interessant. Voor die extra 70% kun je altijd een trade maken. Maar je hebt dus al een grote move gehad. We hebben de afgelopen dagen een move gezien in, tegenover de dollarwaarde van 260%. En nu nog steeds een 200%, 20, 220% omhoog. Dus ja, nu niet meer interessant om meteen erin te stappen. Laat het helemaal niet toekomen voordat je erin gaat. Um, ja waar ook veel mensen en daar kan ik dan nu misschien wel want ik voel me steeds wat beter worden. Quant iedereen is daar weer helemaal uh, evil van. Die heeft ook de laatste dagen gewoon weer een super move uh, laten zien maar... en ik moet heel even zoeken waar ik het meeste story krijg. Deze heb ik nog niet gezien. Tot een 1000 dollar. En bij Kwan moet je ook gewoon weer bedenken. Het valt nog wel mee, maar. Ik ben benieuwd. Ja, kijk, hier begint het er al anders uit te zien. En dit is, dit is tegenover Bitcoin. Dus de, tegenover de dollar moet het nog veel meer zijn. Maar met kwant ben je al een duid, 1400% gestegen. Vanaf. Nou eigenlijk een beetje een moment. Eigenlijk hierin had je kunnen hatchen. Dus vanaf het moment dat Bitcoin naar beneden ging, had je hierin moeten zitten. Nu is het niet meer interessant om in deze te springen. Want het heeft dus een 1400% gestegen. Nu ga je eigenlijk weer wachten tot het naar je toe komt. En stel dat we van het hier gaan dalen en je ziet al die rode wicks komen, dat, is, dat zijn eigenlijk waarschuwingspunten. Maar stel dat we dalen, ik pak hem even van, ik weet niet wat ik nu, oh die extension tool. Het is mijn eerste video weer in een week, dus alles gaat natuurlijk verkeerd. Dan zie je dat het alweer meteen geraakt wordt. Zie je? Deze groene candle. Het vindt support op die lijn. Dus op zich, ik laat deze wel gewoon staan, maar kwant ook niet nu interessant om in te springen. Ben je echt een scalp of een dagtrader, ja, daar ben ik dus niet echt van. Ik heb liever deze hele moves en dat ik daar tussendoor wel eens wat in trade, maar niet in dit soort moves, dat het hier nog een beetje kan bouncen. Maar je hebt hier dus nog op zich wel een gehad van 20%. Nou, daar dat, dat doe ik er niet echt voor. En heeft targets geraakt? Dan moet ik denk ik deze even pakken. Hier breken we er eigenlijk pas echt uit. Van op dit punt tot en met hier. En dit zou eigenlijk zeggen dat je dus nog iets hoger kan gaan. En dus dan heb je die 20% over. Maar ja, ik ben niet voor die laatste stukjes. Je wil het liefst gewoon hier erin zitten. En dat je deze move erin kan zitten. En dat je dit nog als een push-up winnen kan hebben. En mocht dat niet gebeuren dat je hier al genoeg winst hebt gepakt of door je zijn bent gegaan. Maar dan heb je dus nog over tot en met 1,2 cent. 66 procent. Dat is nog wel uh, best wel oké. Okay. Maar alsnog is dit niet interessant. Als ik je straks wat coins laat zien die wel interessant zijn. En dat kan een komp. Het is niet echt een aanvraag volgens mij. Maar, maar kom, zit... ten eerste zit er nog wel wat risico in, natuurlijk. Uh, het eerste risico is. Tenminste, we kunnen gewoon ons risico even berekenen. we zijn nu tot en met hier gekomen. Stel je springt er nu zo'n dolle dwaas in. Dan is je eerste risico. Hier zou ik pas gaan kopen. 25% naar beneden. 40 en een 50, <coughs> en ik ga ook leren editen, want dan kan ik dit soort dingen eruit knippen. Maar oké, okay, je hebt het. dus waar wil je het liefste kopen? Ik zou dus het liefste hier bij die 0,6 en 8, want je hebt hier alweer gezien. Het heeft support, het begint nu eigenlijk ook naar boven te gaan. Sideways move, en het lijkt wel weer naar boven te gaan, maar vergeet niet, we zijn heel erg down gegaan. Dus uh, het hoeft allemaal niet te gebeuren dit, dit kan nu, nu net zo goed nu weg gaan springen en naar deze targets gaan en uh, dat als gedaan houden. Uh, even kijken, dus als je hem hier hebt, dan kun je een stoploss hieronder zetten, een, een strakker stoploss. Ja, je gaat hem niet helemaal tot me daar zetten, maar je begrijpt weer wat ik bedoel. Ik zou liever hier kopen of hier kopen dan hier. Maar je, je begint hier dus spots te krijgen waar je support kan krijgen en waar je nu dus ook dit ziet. Dus je zou op zich in dit gat kunnen treden. En dan zie je nu dat je, dat je niet op een perfecte spot bent, je laat er weer naar je toe komen. De onderkant van de box naar de bovenkant van de box is toch alweer een 50% en dan hoef je niet eens hier naartoe te gaan. <coughs> maar je kan dus wel een positie opbouwen hierin dat is heel even snel kom en ja, kunnen we met kom nog meer verwachten. Ik weet het niet, daar moeten we toch nog een keer dieper in gaan. Als je hier nu uitbreekt, zeg maar vanuit dit punt tot en met dit punt, dan ben je nu bij die 0.68. En, en dit is weer echt voor de FOMO 2400. Maar dat is best mogelijk. Het enige wat je dan moet beseffen uh, is waar je moet gaan positioneren. De beste posities wil je natuurlijk hier, hier beneden ergens. Waarbij die 90 dollar en het liefst nog daar beneden 60 dollar. Maar of we die posities nog kunnen krijgen, dat weten we niet. Dus het liefst begin je misschien al hier. En lukt dat niet, dan ga je door stoplos zijn. Doe je de tweede poging hier. En lukt dat niet, ga je door stoplos zijn. Doe je nog een poging hier. En lukt dat niet. Dan probeer je het gewoon veel lager. Of je laat hem gewoon gaan en hem één keer breken en dan pas in een retrace kopen. Het is gewoon heel moeilijk om iets in een bodem te kopen. Dat moet ook iedereen, tenminste, dat moet je ook gewoon gaan leren. En gaan beseffen dat het haast niet mogelijk is. En dat, dat je de hele tijd voor de gek wordt gehouden. Net zoals in die pieken, precies in die pieken gaan verkopen. Je, je zal er steeds beter in worden, maar je wordt echt nog wel een paar keer voor de gek erin gehouden. Maar kom, die is dus nog best wel oké. Okay ik krijg ook nog een aanvraag, Cody. Ik wil ook nog wel, je hebt nog twee B's. De bal. En dan bedoel ik ook meteen weer die, uh, en hier zie je alle gekke tegen dingen maar. Bal tegenover Bitcoin. je zit op een bodem. En volgens mij heb ik hem nu al een paar keer in videos naar boven gehad. En ik wil die percentage weten. Je bent nu... En ik heb het er net erover hoe moeilijk het is om bodems te berekenen. Maar die vorige bodem is nu een 30% beneden als je nu zou kopen. Tegenover Bitcoin is dat. En je bent dus niet meer weer even gegroeid. Dus je het liefst koop je pas in een daling. Maar hier zie je ook, deze hebben nog net zijn eerste target geraakt. En nog wel grotere targets over om als we verder gaan groeien. En die percentages zijn ook nog best oké. Okay. Want krijg je hem ergens hier, rond die de moving average eerste target is eigenlijk weer dit 34 35 procent daarna 60 procent daarna 120 procent en daarna nog een 170 of 180 procent dan had ik ook nog bel bitcoin hebben we nu wel gehad en bitcoin ga ik ook weer in een aparte video wel eens een keer eigenlijk had ik gewoon een aparte maar ik wil wel wat uh, aanvragen doen uh, bel dan moet ik weer bij hem Bel, precies hetzelfde. En dit zijn grotere takers, maar. Gewoon even om je een beeld te geven, het is, het is vlak bij de grond. En waar ben je gekomen? Als we gewoon even wat meer in gaan zoomen. En dit is weer het principe van die prijs naar je toe laten komen. Hier, op die 0,6 en 8, perfect. Krijg je nog één keer een retrace en zit je hier niet in, uh, kun je hier dus inkopen. Ik ben niet financieel adviseur, maar dat doe ik dus wel. Ik doe, tenminste, ik vertel wat ik doe. Dat is nog wel een 50% naar beneden, dus ik, daar wacht ik ook liever op. Ik ben er hier wel ergens in gesprongen, maar mijn volgende positie wil ik of nog dieper, of dat hij er nu uitbreekt en dan uh, ergens in een retrace kopen. Het kopen, koping dus van het hier, want van het hier heb je nog een 50% over naar beneden, dus met het strakke los onder. Die 0,6 en 8 en onder die groene uh, moving average. Dan durf ik dit echt wel aan. En ook met het zicht op van we zitten hier dus echt op een soort van bodem. Hier heb ik het laten zien. We beginnen nu een soort van higher low te maken. En laat dit dan de higher high worden. Naar deze targets. En als je het dan over targets hebt. En daarom begin ik meteen over. Stel dus dat je vanaf die groene VIP kan kopen. Zoals ik dat heb gedaan. Dan is je eerste target dan 200%, je tweede een 350% en je derde een 600% tot en met een 800%. Maar dat kan nog heel veel langer duren. Dus wat ik zeg, maak het een high high, dan misschien tot de helft, dan is dat al een 250%. Tot en met die 8 dollar. Daar ga ik nu voor. En dan ga ik weer kijken naar andere coins waar ik dat geld kan investeren. Uh, maar goed, dus geen Algo, geen ADA, Bel is best oké. Okay. Uh, FTM had ik ook nog eens aanvraag. Toch nog best wel een lange video. Het hele van op voor en laten komen. Het begint hier best wel te groeien. Een stapje omhoog in high low. High hi, High hello. En het lijkt wel weer te gaan groeien, maar het lijkt toch ook wel weer echt afgelopen met die moving averages en bij die 06 en 8 waar we hier zijn. Ik denk dat we daar wel klaar mee zijn. Hè? ...FTM. ook hetzelfde verhaal als met Algo, Ada, Quant. Laat deze gewoon gaan. Of je, je had hem gewoon hier ergens moeten pakken, maar we zijn nu al te laat. En ik heb hem wel in eerdere video's ook naar boven laten komen, zoals hier. En je zag ook, je hebt echt genoeg tijd gehad om hier een positie in te nemen, om deze move alle winsten eruit te kunnen halen. Ik zie ook dat hij misschien nog niet eens alles. En als ze uh, targets heeft geraakt. Tada. Dus zit je hier nog in? Ik heb er hier wel in gezeten, maar volgens mij is het wel te snel uitgegaan. 70% en misschien tot die 238,40. En dan kan hij nog tot de 250. Maar dit is eigenlijk al afgelopen. Maar uh, ik had een andere meting dat ik al bij die 4.2.3 was. En die wil ik toch wel even naar voren halen om af te sluiten. Heb je een coin waar je vast vastzit of in de video wil laten terugkomen, zet het in de comments. <coughs> Vond je het een leuke video, geef het een like. En ik ben heel erg aan het zoeken. En ik zet hem op stop en ik heb hem precies bij die 4.3 wat ik al had. Ja, vanuit hier begint ook dat volume te komen. En dan kom ik precies bij die 4.236. Dus vaak is het dan gedaan met zo'n coin. Ook op de... Ik ben niet op de deling, maar... Die moving average zijn zo laag. Je hebt zo'n groot gat onder je. Dus laat het eerst naar nou weer naar je toe komen. Ben je hier geïnteresseerd in? Laat die prijs naar je toe komen. Net zoals dat je dat hier hebt gedaan. Hier kwam je die 0.786 en zelfs nog op die 0.833. Laat je dat ook gewoon weer... Bij deze doen. Dus dat is een beetje rond die 45 of 46 en die 55 cent. En misschien dat je hier al een positie kan innen. En je ziet ook weer hoe mooi die 0.68 hier lijnt. Op de toppen van deze. Dus hier vindt het resistance. Verkocht wordt erop. Hier vindt het resistance. Wordt er voor verkocht op. Dus het kan nu een soort van support geven. En dat we hier op die 0.68 ook support gaan vinden. Maar laat die prijs eerst naar je toe komen. Want dat gaat eerst weer een ja dat is een 40%. Dus je kan hem met 40% korting nog kopen. Beloof ik je. En springt hij hier weg, jammer dan. Dan was dit niet de juiste coin. Ik heb je net volgens mij uh, Bel laten zien. Bij Bel zijn we misschien hier ergens, hier beneden. Dus daar kunnen we nog een grote move uit vinden. Zoek gewoon die coins op waar je nog laag bent. En ik ga er echt wel in de komende week veel meer behandelen, maar... Ik moet het hier even bij laten. Hartstikke bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Adios. En vergeet niet te abonneren. Doeg!